Veel mensen denken dat meditatie en yoga zweverig zijn. Ik denk daar anders over. Behalve rust en een sterker en leniger lichaam geeft het me inzichten. In mezelf, in mijn verleden, hoe ik omga met tegenslagen. Maar het geeft me ook inzichten in waar ik naar verlang en waar ik van droom. Een van mijn dromen is om deze inzichten te delen met anderen. En vandaar dit tv-programma. Mijn gasten zijn Martijn en Amanda Krabbe. De komende 2 dagen gaan we de yogamat op om er vervolgens ook weer vanaf te komen en in gesprek te gaan. Want in hoeverre leven mijn gasten eigenlijk bewust? Hoe gaan zij om met begrippen als rust en onrust? Zijn ze zich bewust van hun dromen? Leven zij eigenlijk hun mooiste leven? Jij belt me wel eens op na een yogales. Oh ja? En dan klink je heel anders. En dan vraag ik aan je, hou je nu ook weer meer van me? Ja, echt waar. Zeg je ja. Oh, echt waar? Wat mooi. Ja. Ik ben gemaakt voor een hoge snelheid. Dat maakt me gelukkig. Dan leef ik op de toppen van mijn kunnen of mijn talenten. En dat maakt me zo blij. Dat vind ik zo lekker. Het moet echt heel hard gaan. Meditatie lijkt niet voor iedereen even aantrekkelijk. Want het kan nogal confronterend zijn om zo met je ogen dicht te zitten. Maar toch, zodra je het doet, zul je merken wat het oplevert. Amanda, hoe voel jij? Rustig. Rustig? Lekker. Is dat wat het effect van mediteren op jou heeft? Ja. Ik zou me kunnen voorstellen dat als ik zo'n meditatieoefening gebruik zoals ik die net gedaan heb, en ik zou dat nog intenser kunnen doen en meer geoefend dan ik dat net gedaan heb. Ja. En ik neem daar bijvoorbeeld een kwartier de tijd voor. Per dag? Dan denk ik dat ik in de uren daarna veel sneller en scherper ben. Je krijgt in je leven gewoon, als je kijkt naar een spel, je krijgt gewoon een paar kaarten in je hand. En daar heb je gewoon mee te spelen. Je hebt daar een prachtig boek. Ja. Dit soort boeken, en yoga en mediteren, dat zijn voor mij de spelregels om beter door het spel te leiden. Om het slimmer te spelen. Ik wist al heel jong, ik ben op de wereld om te geven. Omdat ik zoveel heb. Dat is ook wat mij heel gelukkig maakt. Ja, ja. Heel veel geven. Het is belangrijk om te weten waar je blij van wordt. Om je leven zin te geven. Om je mooiste leven te kunnen leven. Ik zeg 's ochtends tegen iets, zeg ik altijd, dankjewel. Echt waar? Ja, ik ben heel erg dankbaar. En heel erg bewust dankbaar. En dat spreek ik ook hardop uit. Heb jij nog dromen? Zou je nog dingen willen? Wat ik het belangrijkste vind, is vooral ook dat ik al mijn kinderen, alle 4, dat ik ze hun volledige potentieel wil kunnen zien benutten. Mooi. Ja. En ik hoop dat, ik word hier trouwens erg emotioneel van als ik dat zeg. Ik hoop dat ik ze echt tot volle bloei mag zien komen. Lieve Amanda. Wat fijn dat het zo goed gaat met je. Ik heb net je derde boek gelezen. Zo goed. Echt een contrast met je eerste boek. En Amanda, die is met recht de liefde van je leven gebleken. Ze is gelukkiger dan ooit. Maar nog altijd die lieve Doerak. Je bent gezegend. En je hebt het verdiend.